Deze nieuwsuitzending, die is filosofisch. Geen dronkenmans geouwe hoer, want mijn bier is al anderhalf uur of anderhalve dag geleden is mijn bier op. En ik heb geen zin meer om nieuw bier te halen. Ik heb nog cola. Ik ga het hebben over, de titel is Als je kind wordt vermoord. Ze wordt met dt en moord, het vermoord, alleen met een d. Dan kan je zeggen van, ja, Perry, waar haal je dat onderwerp vandaan? Nou, mijn kind is vermoord. Dus vandaar. Hè? Nou, het eerste wat je dan te berde brengt als je het gaat hebben over wat er hoort bij de titel van Als je kind wordt vermoord, of is vermoord. De eerste vraag is, is dat iets om bij stil te staan? Je gaat toch ook niet lopen klagen in 2019 dat ergens in 2008 dat het toen op 13 november heel erg regende. Dat doet er toch niet toe. Maar omstreeks die tijd is mijn kind vermoord. Daar ga ik nooit meer overheen komen. Ik wil daar ook geen therapie voor. Die moeder die dat op haar geweten heeft, die heb ik vergeven. Maar dat mijn kind, mijn onschuldige kind, gedood is door een gril in de hersenkop die bovenop zijn baarmoeder zat. Kijk, die grillige vrouw, nou, die heb ik vergeven. Maar je gaat mij niet laten zeggen dat ik het daarmee eens ben met wat ze heeft gedaan. Ze heeft een mens in stukken laten snijden, te weten mijn tweede kind. Nou, ik vind dat soort dingen erg. Er zijn mensen die zeggen, nou, het is helemaal niet erg als er een kind wordt vermoord. Ja, er is ook wel eens iemand die zit in zijn neus te peuteren. Nou, dat interesseert me ook helemaal niks. Maar ik vind het wel erg. En jij misschien ook. En mijn vraag, even los van die mensen die het helemaal geen onderwerp vinden om het over te hebben. Wacht. Soms regent het, soms zit er iemand in zijn neus te peuteren en soms worden er kinderen vermoord en het leven gaat door. Wilt u nou patat speciaal met curry of met mayonaise? Snap je? Maar als je behoort tot die groep die het wel erg vindt, dan is de vraag, als je omgeving het helemaal niet erg vindt dat je kind is vermoord, is het dan erger dat je kind is vermoord? Dus als je omgeving het helemaal niet erg vindt, je krijgt ook geen condolences,
Nou, hé, hey, Perry, oh, je kind is vermoord, hè? Ja, nou, hé, hey, ik moet er weer vandoor. Ik heb geen rouwkaart gekregen. Niet een fles whisky of een schouderklopje. Zoiets van, gaat het nog een beetje? Ben je er al overheen? Helemaal niks. En is het dan erger dat je kind is vermoord? Simpel gesteld, je kind is vermoord, jij vindt dat erg. Je omgeving vindt dat ook erg. Dat is A. Heb je situatie B. Je kind is vermoord en je omgeving vindt dat helemaal niet erg. En wat is erger? Ik denk dat het niet uitmaakt. Mijn kind is vermoord. Dat is erg. En die vrouw heeft dat op haar geweten. En die moordenaar die loopt vrij in de rondte. Die stuurde mij laatst nog een hele boze e-mail. Waar blijft mijn poen? Je poen voor wat? Dat is toch erg dat de moordenaar van je kind, die wil nog geld ook. Kijk, dat je een huurmoordenaar inhuurt. En dan maak je van tevoren een prijsje. En dan wordt er iemand vermoord. En ja, dan moet je betalen. Dan moet ik betalen voor een moordpartij. Aan een moordenaar. Wat ik helemaal niet wilde. Dat, ja, kom op. Dat weer. En kan ik dat achter mij laten? Nee, niet. Wat die moeder van mijn eerste, dat is de moeder van mijn eerste kind. Wat die heeft gedaan, dat is moord. En de omgeving die naar het plafond kijkt met een vinger in hun neusgat. Van ja, dingen gebeuren. Nou, het leven gaat door. Oh, daar is de bus. Nee, ik moet er nu weer, ja, vandoor. Ik had dat niet verwacht. Het gemak waarmee een kind wordt vermoord. Die relatietherapeut die haar de vrije teugel gaf tot moord. Inclusief de huisarts die haar ook de vrije teugel gaf. En daarna nog het groene licht vanuit Koninklijk Den Haag. En toen vond de slagpartij plaats. En het leven gaat door. Ook al is je kind vermoord. Het is hard voor mij om te zien hoe ongevoelig mijn medemensen zijn. Moordenaars. Ja. Mijn kind was 14 weken.
Je had dan een bloedsomloop. Het hart heeft dus al geklopt. Dus dan ben je volgens zelfs de meest moderne standaarden, ben je in leven. Ik kan allemaal gruwelijke gedachten in mijn geest krijgen als ik eraan denk. Dat je alle vrouwen moet tatoeëren. Zo'n bericht. Want pas op voordat je je leuter in mijn voorgat steekt, want als het een kind oplevert, ik laat het vermoorden als ik daar zin in heb. En dan krijg je gelijk een slappe pik, mag ik hopen. En dan in 3 talen. Waaronder Arabisch. Wat zeg ik? 6 talen. Neem die rug van die vrouw. Want sommige mannen die nemen die vrouwen op zijn hondjes. En dan kunnen ze op die rug lezen in het Frans. Ik laat je kind vermoorden als ik dat wil. Maar nu ben ik geil en stop hem erin. Het is erg, die abortus wetgeving. Die inhoudt dat abortus onder alle omstandigheden, ook met 14 weken, mag. Dat is geen vrijheid. Het is moord. In zekere zin is het een... het is kannibalisme. Want die foetussen, dat stamcelmateriaal, dat wordt zorgvuldig in bakjes gedaan, gekoeld, opgeslagen en verkocht voor. Ja, ik weet niet wat. Er blijft niet veel van over natuurlijk. De mens is dood. En zijn lichaam gaat als handelswaar naar de markt. Je hebt die mooie film Apocalypto. Mel Gibson. Apocalypto. En daar zie je die markt met mensenvlees. Lekker hoor. Het lijk van een mens als handelswaar. Dat legaliseert de moord, want we hebben er allemaal fijn van gegeten. Of wat anders. Medisch onderzoek. Ter ondersteuning van een nieuw hulpprogramma om de levensdagen van de gemiddelde mens te verlengen. Gaan we er een aantal vermoorden. Maar geen respect. Vroeger had ik een heel positief idee over mensen. Maar dat heb ik niet. Er lopen van die mensen met gele hesjes over straat. Dus nu is het februari 2019. Die lopen te protesteren. Ja.
Het is moord. Wat er gebeurt in de abortusklinieken, de ontvruchtingsklinieken, dat is moord. Het doden van onschuldige mensen. Daar kom je niet mee weg. Er is in, door die katholieke kerk in 1941, 43 of zo. In Kroatië. 1 miljoen mensen zijn er vermoord. Onschuldigen. En het internationaal gerechtshof kijkt de andere kant op. Is dat erger dan dat het internationaal gerechtshof wel had gehandeld? Nou, niet voor die mensen die vermoord zijn. En niet voor hun nabestaanden. Het is net zo erg. Maar het geeft aan dat het internationaal gerechtshof te Den Haag geen reet voorstelt. Als het gaat om misdaden van de katholieke kerk. Moord blijft er. In Nederland geldt de verjaringstermijn. Voordat je voor de rechtbank komt. Dus als je iemand hebt vermoord, dan heb je 30 jaar de tijd om ermee weg te komen. En daarna moet men niet meer zeiken. Want is het zo lang geleden, laat maar zitten. 30 jaar. Nou, mijn kind is vermoord in 2008. Het is nu 2019. Dus we zijn 11 jaar verder, ongeveer. Nog 20 jaar te gaan. Mijn kind is vermoord. En niemand in mijn familie, niemand in mijn omgeving, helemaal niemand. Die mij. Er was niet eens een begrafenistoestand. Nee. We hadden met z'n allen kunnen verzamelen op een verschepingsterrein. En dan zagen we de plastic dozen naar China gaan. En dan drinken wij een vodka op de kale stenen. Met een stukje harde worst erbij. Een goede mosterd. En dan dat muziekje erbij. We'll meet again. Don't know when. Don't know when. We'll meet again. Some sunny day. Hoe heet ze ook alweer? Die Engelse zangeres die de troepen toezong. Of die andere. Waarheen, waarvoor leidt de weg, la la la. En dan gaan die, van het piepschuim dozen met de overblijfselen van het kind wat vermoord is. Zo'n sticker erop en het ene stuk gaat naar Taiwan en het andere gaat naar Hongkong. Je goede reis. Zelfs dat niet. Ik vroeg nog aan de moeder van mijn kind, die die slagpartij had laten plaatsvinden in haar buik, van is de persoon in kwestie wel verdoofd geweest? Van tevoren. En werd ze kwaad, jongen. Ja, ik snap al waarom hoor, want als je zo'n vrucht, je mag het geen kind noemen, maar het was een mens. Het had een bloedsomloop en het hart klopte al. En,
Ik noem dat een mens, hoor. Ja, maar het was maar zo groot als je hand. Ja, natuurlijk, jochie. Ja, als je die van tevoren gaat lopen inspuiten met, wat doe je dan, heroïne of zo. Ja, dan beschadig je de handelswaar. En zij wist dat, denk ik, onbewust ook wel. Zij moet zich ook afgevraagd hebben waarom de hele operatie, die slagpartij, waarom die gratis was. Dat moet ze toch... Ja. En ze is daar ontvangen en dan aanmelden. En dan heb je je kaartje bij je. En dan gaan we bliep, bliep, bliep in de computer. En oh, dan loopt hij maar door. En dan heb je een wachtruimte. En dan heb je koffie of water of thee. Ja, dan word je opgehaald en nou, dan mag je je omkleden, uitkleden. En dan moet je je ziekenhuiskleren aan. En dan komt er een team van mensen aan en die gaan allemaal goed kijken. Dan zie je twee grote tenen. Oh, we zien hem zitten. Ja, dat wordt vergoed. De opbrengst is erna. Een businessmodel. Dat is niet zo... ja, niet zo'n leuke business, vind ik. Maar iedereen mag daar zelf zijn eigen ding van denken. Ik kan je wel vertellen dat de vrouw in kwestie die slagpartij had laten plaatsvinden in haar baarmoeder. Die sloeg daarna helemaal door. En zij ging toch al niet door voor een betrouwbaar, rustig persoon. Maar... Zo. Die hormonen, jongen. Die... Klasse de klas. Nou, een half jaar later heeft zij de scheiding aangevraagd. Ja, ze moest toch een reden hebben om dat kind te laten vermoorden. Ze kan moeilijk met mij getrouwd blijven. En dan voor de rest van de tijd een gelukkig huwelijk hebben. En ons kind fijn naar het gymnasium. Ja, blije dingen en zo. Nee, dat kan niet. Zij moest en zou een reden hebben om dat tweede kind te laten vermoorden. En heb je die niet, nou dan verzin je wel even. En de Nederlandse wet die keurt dat goed. Moord. Dat keuren ze goed. Gezinnen kapot. De moeder van mijn kind heeft metathesiofobie. Veranderingsangst. Een hele lastige. Maar het is te behandelen. Moet je heel zorgvuldig mee omgaan. Maar dan kan je niet van mij verwachten dat ik naast mijn 50-urige baan, en terwijl ik ook nog 3/4 van de huishoudelijke werkzaamheden onder mijn vleugels had, dat ik ook nog een keer de psychiater ga lopen uithangen. Dus ik zou niet weten hoe je dat moet behandelen. Mijn kind is vermoord. Mijn tweede. Het huwelijk is kapot gegaan. De schoolresultaten van mijn kind zijn gekelderd. Ik zie mijn kind ook niet meer. Kennelijk hebben we ruzie of zo.
Ik zou niet weten waarover. En dat is dan weer zielig voor de omgeving. Maar het zieligste is het natuurlijk voor degene die vermoord is. Dat is zwaar. Maar dan krijg je nog dat karma doordendert. Want moord is geen geintje. Er is een dispuut over het zoveelste gebod van Mozes. En in het Engels staat daar, in het Nederlands ook. Thou shalt not kill. Op zijn Nederlands, gij zult niet doden. In het Hebreeuws staat daar, gij zult niet moorden. Dit heb ik mij laten vertellen. Een klein verschil. Abortus is, naar mijn mening, staat niet gelijk aan doden, maar staat gelijk aan moorden. Dus in beide interpretaties van de schrift, het Hebreeuws is dan, gij zult niet moorden. En in het Engels en Nederlands, ik denk ook in de Schlachterbibel, die Duitse versie. Daar gesproken wordt over doden. Maar dat is een ruimere vorm. Moord is een ernstige zaak. Dat is ingaan tegen de wil. Dat was zo'n... staat in het Oude Testament. Het verhaal met koning Salomo. Dat twee moeders, die maken ruzie over een kind, want die beide moeders zijn bevallen, ieder van hun eigen kind. En dat ene kind, dat blablabla, ging dat. En dat andere kind, wat nog in leven was, dat werd door beide moeders verklaard tot hun kind. Zijn hij samen? En die ene moeder zei van, ja nee, dit is mijn kind, want die leeft nog. En die dode, dat is jouw kind. En die andere moeder zei, nee, dat levende kind, dat is mijn kind. En dat dode kind, dat is jouw kind. En Salomo, die zat er dan in zijn stoel, ex cathedra. Zo zeggen dat die kerk. Die had zitting. En die zei, oké, ik snap het wel. Geen probleem. En hij gaf opdracht om dat levende kind in tweeën te hakken. Dan krijgen jullie allebei een half kind. Nou, en die ene vrouw die zei van, nou oké, als dat het oordeel is, dat is goed. Ik vind het best. En die andere vrouw zei van, nou, als dat de deal is, dan geef dat kind maar aan haar. Dan doe ik afstand van mijn kind. Want dan wordt het niet in tweeën gehakt. Waarop Salomo zei, dat is de moeder. En die andere, haar kind, was het dode kind. Ze zijn nu in Amerika al bezig met een wetprocedure. Wetsprocedure, een protocol, dat na de baring er een kort gesprek komt met de moeder van wat gaan we doen met het kind? Zullen we het in leven laten? Wat vind je zelf? En
En dat valt dan binnen de abortuswetgeving. Als een kind net geboren is, een beetje strychnine erin. Dan stopt het met ademhalen. Uiteindelijk. Het is moord. Het is niet leuk om het erover te hebben. Dat weet ik wel. Daarom heb ik het ook over de titel. Als je kind wordt vermoord. Wat houdt dat in? En wij met z'n allen mogen ons afvragen hoe we... Ja, neem de moeder van mijn kind. Hoe moet je die helpen? Moet je die straffen? Moet je mij straffen omdat ik haar zwanger heb gemaakt en haar daarmee de gelegenheid heb gegeven tot het laten plegen van een moord? Mag je ook zeggen. Ik had beter moeten weten. En mijn lul moeten hangen in een bak met de hete chloor. Of zaalzuur. Ik wil helemaal niet vrolijk doen over het vermoorden van kinderen. Ja, maar jij vindt dan dat vrouwen babyfabrieken zijn? Nee, ik vind dat je niet mag moorden. Als je als vrouw niet de verantwoordelijkheid wilt dragen, of je kan die verandering van situatie niet aan, niet neuken. Punt. Als de moeder van mijn kind dat tegen mij had gezegd, als ik nog zwanger word, dan laat ik het aborteren waarschijnlijk. Nou, dan had ik geweten hoe laat het was. Dan gaan we weer lekker ouderwets masturberen, net als vroeger op de studentenflat toen ik geen vriendin had. De conceptie, zo'n eicel, die wordt dan gepenetreerd door een spermatozoïde. En dan begint de grote bingo. En dan komt, en dat is het ontstaan van de mens. Een eicel die wordt gepenetreerd door een spermatozoïde. En die eicel, dat is een soort huge motherfucker. Een hele grote jongen. Vergeleken met zo'n spermatozoïde. Maar een klein opdommeltje. Spermatozoïde verhoudt zich tot een eicel zoals een mug tot een basketbal. Op Wikipedia kan je het zo vinden. Maar dat is het ontstaan van de mens. En dan achteraf zeggen, ja toch maar niet. Ik heb er nog eens over nagedacht. Ja, geen kind. Maar dan moet je geen seks hebben. Of je laat jezelf steriliseren, maar dat zou ik ook niet doen. Dat is slecht voor je lichaam. De bijverschijnselen. Je bent nooit meer dezelfde. En ben je dat vergeten om jezelf te laten steriliseren en je hebt dan toch allerlei kindgebeurenstoestanden. En dan laat je een moord plegen.
niet gezond voor je denken. Je mag zo niet denken. Ik ken een vrouw en haar kind heeft een aantal hersenbloedingen gehad. Heeft ze dan het recht om dan te zeggen van nou, killen met die handel? Ik zie er geen gat meer in. Zij zou dat nooit, nooit doen. En misschien hadden ze dat wel vast kunnen stellen in de baarmoeder of zo. Nou, die hersenvaten van je kind zijn een beetje zwak. Of whatever. Ik weet niet hoe het gekomen is. Hartstikke lief kind. Mensen met Down syndroom. Dat zijn hele sociale mensen. Het worden geen raketspecialisten. Hersenbreinchirurgen. Het zijn hele aardige mensen. Die mag je ook niet laten doden. Dat is moord. En de kans dat je een kind krijgt met Down syndroom. Dan heb je één chromosoom te veel. Ja, die kans neemt toe als je op latere leeftijd zwanger wordt. Als jouw keus. Je kan toch netjes op je 19e beginnen. Mijn moeder was zwanger van mij toen mijn moeder 17 was. Nou, ik doe het prima. Ik ben uitermate vervelend voor mijn omgeving. Ik heb al meerdere keren een lokaal verbod opgelopen. Nee, je komt hier voorlopig niet meer binnen. Was ik weer eens in elkaar geslagen. Ja, dat staat niet leuk voor de rest van het zuipende publiek. Dat ik het even weet. En voor de rest ben ik totaal gezond hoor. Niemand heeft last van mij. Zelfs heel vreemd, dan loop ik over straat en er zitten mensen zitten mij zo half glimlachend aan te kijken. Alsof ze kennen. Die kent ze helemaal niet. En die kijken zo heel bijna gelukzalig naar mij. En ik heb een oude jas aan. Aangeschaft in 1988. Ik ben vergeten om het grote jasfeest te vieren. Want mijn jas bestaat nu 30 jaar in mijn bezit. Een koeienleer. Ik heb wel een nieuwe pet. Maar ja, dat kan het ook niet alleen. Gratis gehad ook nog. Van de vader van Lonneke. Nee, ik mankeer toch helemaal niks. Ik heb geen Down syndroom. Iedereen zegt dat ik een zeiknuis ben. Ja, degene met een grote bek. Je hebt ook van die mensen in de kroeg en die zeggen nooit wat. En die zeggen ook nooit wat over mij. Maar ja, die zeggen nooit wat. Dus had ik geaborteerd moeten worden? Nee, helemaal niet. Ja, maar Piggy, jij hebt een moeilijke jeugd gehad. Ja, wie niet? Van ons. Mijn dochter die zat op de HAVO, het Bigdol Lyceum hier in Arnhem. Jezus. Nou, daar heb ik al twee uitzendingen voor klaarstaan. Toen kwam ze op een dag, was ze bij mij.
Dan zei ze, pap, ik ben best blij dat ik niet zo rijk ben als het merendeel der kinderen uit mijn klas. Ik waardeer het leven wel. Mijn dochter, die snapt het ook. Mijn dochter heeft wel een keer gezegd, toen was ze 4, want ik wou dat ik nooit geboren was. Dat is een van de weinige keren geweest dat ik echt chagrijnig werd. Zo, nou moet je je bek halen. Ik moet morgenochtend weer op. Jij moet morgenochtend weer op. En dan stoppen met janken. Ik doe het licht uit, homo. Ik wou dat ik nooit geboren was. U kreeg een preek van mij, hoor. Ik leek wel zo'n ouderling uit een artikel 31 gemeente. Geintjes zijn leuk, maar er zijn grenzen. Nee, natuurlijk is hij geboren. Daar kan je wel over lopen janken. Maar... Ja, ze gaan niet in. Maar geen moord. Ik had ook tegen mijn kind kunnen zeggen. Oh, je wou niet dat je ooit geboren was? Nou, dan ga ik even naar boven. Want papa heeft nog een Siankali-pil. Ik ga lekker een pilletje voor het slapen gaan. En dan gelijk de ambulance dienst bellen. Zijn we van dat probleem ook af? Nou, dat kan toch niet. Mijn mening. Want ik ben momenteel aan het woord. En jullie luisteren naar mijn stem. En die stem die zegt. Mijn wil die zegt. Abortus. Of abortus. Ontvruchting. Is moord. En een samenleving die moord legaliseert. Ik had vandaag een goede discussie met getuige J13. Dat is haar anonieme naam. Ah, dat is Mira uit Amsterdam. Die irriteerde zich dan het feit dat GroenLinks bezig was met het legaliseren van ecstasy. Wat is dat ook alweer? MDMA of zo. Ik heb dit niet voorbereid. Ik zal het alleen maar hebben over... Als je kind wordt vermoord. Even kijken wat ecstasy. Dat is ook die Britse band. Ecstasy. Pillen. Activiteiten, drugs. Ja, MDMA. 3,4-methyleendioxide methamfetamine. Dat is een amfetamine. Speed dus. En die film Crystal Meth. Crystal Meth van die film Breaking Bad. Best een leuke film. Of een serie op YouTube. Of Netflix. Daar maakt ze crystal meth. Dat is ook een methamphetamine. Methamphetamine. En dan 3,4 methyleendioxide. Dioxide. Jeetje wat een woord. Methyleendioxide.
Methamfetamine. Vitamine, ja, precies. Methylene dioxide methamphetamine. En amfetamine, dat is een hele grote groep. Iets van Ritalin, Concerto. Dat zijn amfetamine. En speed is er ook. Ik ben tegen een verbod op dit soort spullen. En getuige J13 die zei van ja, ik ben tegen het feit dat GroenLinks het gebruik van deze amfetamine wil legaliseren. En ik weet dat er ook een campagne is geweest dat medewerkers van GroenLinks, van die vrijwilligers, dat die ecstasy ging lopen uitdelen op straat. Nou, daar ben ik ook op tegen. Dus ik wil geen verbod op abortus. Maar ik wil ook niet dat dat makkelijk gemaakt wordt. Want daar heb ik een overheid niet voor nodig. Nou, amfetamine, speed doen. Hier in Arnhem. Maar ik kom veel in de kroeg. En lala. Maar het wordt hier geproduceerd. Maar ik weet niet waar hoor. Dieren, duiven. Dat is geen flauw idee. Het wordt toch wel gemaakt. Dus. Het verbod, daar ben ik op tegen. Ook met het verbod op abortus. Er moet helemaal geen verbod op zijn. Je moet op scholen moet je uitleggen dat als een vrouw zwanger wordt, dat dan het lichaam van die persoon, die man, heeft lekker bliep, 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 en die zegt, oké, adieu paraplu, ik ga naar mijn werk. Ja, die had net zo goed kunnen klaarkomen in een aardappel. Maar een vrouw, ja, die zit met de boel opgescheept. En die heeft dan een bevruchte eicel. En dat hele lichaam, denk ik, oké, Jan, ben je klaar? En allemaal hormonen komen eraan. En die vrouwen, die krijgen zin in komkommer met slagroom. Ja, augurken met slagroom. Krijg je rare eetgewoontes. Ja, dat gaat ook weer voorbij. Dan ook nog ochtendmisselijkheid. Ja, en laat je in zo'n situatie die vrucht, dat kind, uit je buik wegsnijden. Tjoe. Jij kan dan zeggen tegen je eigen van ja, die abortus, dat was legaal. Maar jouw lichaam weet niks van de Nederlandse wet. Je kan zeggen dat jouw lichaam boos is op jouw handelswijze. Want je hele hormoonsysteem, dat slaat op tilt. Je wordt er knettergek van. In je hoofd ook. En lichamelijke problemen ook. Dat is geen geintje. Belangrijk om dat in de gaten te houden. Moord is geen grapje. Op alle fronten niet. Even onderaan een uploadje starten. Okay. Zie je rectificatie? Ja. Heel klein filmpje. Ik heb een hele mooie uitzending gemaakt over Willem van Oranje. We zaten
2 fouten zaten erin. Maar die heb ik dan doorgekregen. Dan gaan we nu even de rectificatie uploaden. Kissels heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja, ik weet ook niet anders geworden. Jurk zei tegen mij even, ja, je moet die uitzendingen beter voorbereiden en je jaartal uit je kop stampen. Ja. Ik heb niet zoveel vrije tijd als Donald Trump. Komt een beetje laat op de avond in YouTube te staan. En Facebook. Nou, YouTube, dat dendert later om. En bij Facebook, als je daar wat opzet, ja, dat zakt zo langzaam omlaag. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. Ik sta er erg op prijs. En ik hoop dat je erover... Dat jij je ook een mening vormt. Over de serieusheid van jouw leven. Had jij geaborteerd willen worden? Was dat beter geweest? Ben je boos op je ouders of zo? Bij ratjes, daar is vastgesteld dat als de leefomstandigheden niet optimaal zijn, dat dan de vruchten, dus als zo'n ratje bevrucht is, en dan krijg je gelijk 6 jongetjes, jongen, jongens en meisjes natuurlijk, 6 jonkies, of 8. Dat is leuk hoor. Maar als ratjes er geen gat in zien, dan verschrompelen die vruchten in de buik. Zo'n moeder. Die verschrompelen. Gaat vanzelf weg. Zo'n organisch principe. Dus ratten doen niet aan abortus. Ja, ze neuken wel. Ook wel eens een keer te veel. Maar dan verschrompelen die vruchten. Hoe dat werkt, dat weet ik ook niet hoor. Ik meen, of ik denk, zeker te weten dat men dat ook niet weet. Maar dat zou ik geen moord noemen. Zo'n rattenvrouwtje, ja, die heeft bijna niks te eten, dus zo zal het wel werken. De eetomstandigheden, de leefomstandigheden, die zijn niet gezond. En ja, komt de hele boel in de buik niet tot ontwikkeling. En dan gaat alles eruit. Wachten op betere tijden. Maar mijn tweede kind werd vermoord in 2008. Ja, de bankrekening was oké. En het maandelijks inkomen was oké. En we hadden een auto... Prima auto. 2 keer per jaar op vakantie. En ons eerste kind was en is gezond van lijf en leden. Er was niet sprake van een economische alarmerende situatie. En dat blijf ik raar vinden. Dat er onder die omstandigheden toch een moord mag plaatsvinden. Terwijl die moeder in kwestie, ja, die had elke dag te eten. Verse jus d'orange. Ik maakte voor haar van die vers gebakken croissantjes van de Albert Heijn die in zo'n blikje zitten. Die moet je dan zo een beetje uitrollen.
in de oven. En dan jam erbij. En onder die omstandigheden een moord te laten plaatsvinden. Het lijkt mij meer een schreeuw om aandacht. Maar een moord laten plegen is niet de manier om aandacht te vragen. Want van wie krijg je dan de aandacht? Van Christus Jezus. Ja, want Christus Jezus, die is gestorven voor mijn zonde aan het kruis. Ja, maar meen je dat? Christus Jezus heeft gezegd, laat de kinderen tot mij komen. Daarmee bedoelde hij niets. Want laat de kinderen tot mij komen in van die polystyreenbakjes, netjes gekoeld in stukjes. En ik ben niet de oordeler. Daar gaat het niet om. Waar het mij om gaat is dat sommige dingen niet kunnen. En heb je zoiets laten plegen? Ja. Ja, leuk is het niet. Niet voor jou, niet voor je omgeving en niet voor jouw vermoorde kind. Punt. Nee, dank jullie wel voor het luisteren. Mijn verdriet over die moordpartij, die slachtpartij, gaat nooit voorbij. Ik ben gebrandmerkt in mijn denken. Ik wist niet dat ik leefde in een samenleving waarin moorden gepleegd mogen worden. En niemand geeft erom. Die moordpartij is denk ik, ja dat weet ik wel zeker, dat is het breekpunt geweest tussen mij en mijn eerste kind. Die staat aan de kant van haar moeder en vindt dat die moordpartij slachtpartij. Dat dat legaal was en voor de rest moet je daar niet over zeuren. Ik ben dat niet eens met mijn levende kind. Dat is een wig. Die slagpartij heeft een wig gedreven. Tussen mij en de moeder van dat kind natuurlijk. Maar ook tussen mij en mijn dochter. Gezin is uit elkaar gevallen. De twee families, dus mijn schoonfamilie en mijn eigen familie, die zien elkaar ook niet meer. Alles is weg. We vieren geen gezamenlijke verjaardagen meer. Nou, zoveel gevolgen heeft zo'n moordpartij, slachtpartij. Wat had je anders verwacht? Vlak voordat de moeder het allemaal zou laten gaan plaatsvinden, afspraak gemaakt had. Bel gratis naar 0800 of zo.
En toen zei ik tegen haar, want ja, ik snap dat ik het, ja, ik kon er niks aan doen. En de relatietherapeut die had ook zoiets van, dingen gebeuren. De naam van die therapeut ga ik niet verklappen. Ook niet waar die zit. Voor hetzelfde geld ga je er ook naartoe. There is one thing worse than being talked about, which is not being talked about. Dus bij deze, ik ga het niet hebben over de naam van die therapeut. Je hebt ook zoiets van, wow, dat moet kunnen. Ik kon er geen beat aan doen. En toen ik in Nijmegen kwam, dat was bij het FIOM. Dat vond ik een goede instantie. Erg opmerkelijk. In de zin dat ze goed aan het opletten waren. En die zeiden tegen de moeder van mijn kind, van ja, jij hebt metathesiofobie. Dat zeiden ze niet letterlijk zo, maar zo, dat is de officiële term. Jij hebt veranderingsangst. Dus waar jij bang voor bent, dat gaat veel verder dan het feit dat er een verandering komt in de situatie van je gezin. Want als het tweede kind geboren zou zijn, ergens in oktober, november, nou, laten we zeggen 1 november. Toen was het 14 weken. Dus 3,5 maand. Dus 5,5 maand. Dan heb je 3,5 plus 5,5. Dat lijkt me 9 maanden. Dus laten we zeggen 1 november plus 6 maanden of zo. Heb je 17 maanden. Was het in mei was het gebeurd. April. 2009. En daar hadden we moeten verhuizen. We woonden toch al erg klein. En dan nog met een baby erbij. Ja, dan moet je gaan moven. Of moet, ja, dat moet niet echt. Maar er moeten wel veranderingen komen. Binnen de parameters. Binnen de paaltjes. Ja, dan moet je met die veranderingen omgaan. En dat kan ze niet. Metathesiofobie. Metathesiofobie. Angst voor verandering. Maar die konden er verder ook niet veel aan doen. Want die veranderingsangst bij die moeder, die is zo groot, zo diep. Ja, daar konden zij verder niks aan doen. Heel bizar hoor, dat die vrouw dan, die moeder. Met dat kind nog in haar buik. Dat hij na afloop, zonder die mensen erbij, hè, tegen mij zei van, jij bent spiegies niet in orde. Het is heel zielig voor die moeder. Heb ik het FIOM nog teruggebeld? Ja,
die moeder in kwestie zegt dat dat zij spiegies helemaal oké is en dat alles mis is met mij. Wat moet ik nu doen? Ja, meneer, dat weten wij ook niet. Maar toen ging ze doorzetten. Die afspraak gemaakt. En toen zei ik tegen de moeder van mijn kind, van ja, dit vind ik zielig. Ja, voor ons eerste kind. Dat is kwaad, jongen. Hoezo wil je het hebben over het belang van ons eerste kind? Het gaat om mijn belang. Een half jaar later, toen zat ze te huilen, die moeder, in de tuin. En ik vroeg aan haar, wat is er aan de hand? Oh, zei ze, ik vind het zo zielig voor Nina. Want toen dacht ik zoiets als, ja trut, dat zei ik 6 maanden geleden al tegen je, en toen ben je kwaad. En nu een beetje medelijden oproepen. Nou, toen kwam die scheiding. Toen werd het drama alleen maar groter. Alles kapot. Alles wat opgebouwd was, opgewerkt was in 10 jaar tijd. Zoiets. Allemaal kapot. Vanwege de moord. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag lieverds.